dat de O, de O of de No altijd terugkomt. Aha. Aan die kant. Dat doet niemand. Want als je dat in een wirwar op tafel legt, op de werkbank, ga je dat daar en dat daar. En dan zie je hier dus altijd een sterretje. En dat komt altijd terug. En dat is eigenlijk mijn handtekening. Als het hoofd gesneden is, dan is het nog veel te zwaar. En dan moet je proberen om het gewicht dat veel te hoog ligt, en dat is moeilijk om dan de pop te behandelen, moet je dat gewicht eigenlijk naar beneden brengen. En dat kan alleen door het hoofd uit te hollen en dus veel lichter te maken. En daarom wordt dat hoofd ondersteboven gezet. Je zet daar een mes of een bijl op. Bij een kleine pop, klein hoofd kan dat een gut zijn of een bijtel. Maar bij een grote pop moet dat echt een bijl zijn. Ondersteboven sla je hier op en dan valt dat hoofd in twee stukken uit elkaar. En dat is ook een voordeel van lindenhout, dat dat correct recht in de draad van het hout openbarst. En dan wordt dat uitgehold. En dan ga ik dus op een moment zien dat ik zo dun hout heb, dat ik nu al de glans van het licht van daarboven zie door het hout. En daarom haal ik het oor ook ver uit. Sommigen vinden dat lelijk, maar dat is voor mij dan een teken. Ik ben bijna aan de limiet, veel verder moet ik niet gaan, want dan is het hout helemaal weg. En dat maakt dat als je dat met een lintzaag zou doen, dit in tweeën doen, dit is rond, de lintzaag neemt dat mee en je verliest je vingers. En een ander nadeel is dat je met een lintzaag heel veel hout weghaalt. Je verliest minstens aan alle twee kanten 2 tot 2,5 mm. En dan is dat hoofd te dun. Moet je opnieuw gaan snijden. En het beweegt als het met een lintzaag gegaan is. Want het is te glad. Schiet naar boven, schiet naar links, schiet naar rechts. Maar dit omdat dat heel onregelmatig gebarsten is. Dat pas je in elkaar. En dat beweegt niet meer. Hoef je daar alleen maar een beetje vochtige water, een beetje met vocht te bewerken. En dan expansielijm. En dat vult al de gaatjes. Moest er ergens een klein splintertje weg zijn, dan wordt dat toch gevuld. En dat is met deze hoofd dus ook gebeurd. Dat is ondersteboven geplaatst. En hier zie je dan nog de naad van de barst. En de uitholling van de oren. Zodat je weet dat ze flinterdun en dus een minimum aan gewicht heeft en makkelijk te manipuleren is. En dat is dus ook een soort handtekening van de bouwer, want dat doen andere poppenbouwers, die doen dat niet. Die vinden dat lelijk en die zeggen, dan heb ik nog liever dat grote gewicht dan dat gat. Maar omdat je daar toch een pruikje of een pet of een muts over doet, valt dat zelfs niet op. Maar dat is dus een teken dat het gewicht tot een minimum in het hoofd herleid is. En hoe heet de maker? Chris Geres. Ja. Nog een keer? Chris Geres. Ja. Ja. Dus als je het lichaam klaar hebt, dan moet je op drie manieren een test doen of de pop goed gemaakt is. En de eerste test, dat is, hij moet onafhankelijk kunnen zitten zonder hoofd op zijn kont. En hij moet onafhankelijk op zijn knieën kunnen zitten zonder hoofd. En dan weet je dat het een goede pop is. En om dan te controleren dat de constructie helemaal in orde is, moet je zonder hoofd met die pop kunnen lopen. Zonder te bewegen. En dan zijn de voeten onder heel mooi rondgesneden. En als dat vlak is, dan kan ze niet lopen. En dan pas begin je met de constructie en de montage van het hoofd. Dat zet je daar dus op. En dan wordt dit kannetje erin gedaan terug. En dan is ze klaar dus om te gebruiken. Als je kleren wil maken en je krijgt die niet over het hoofd met deze constructie, dat is heel belangrijk, want ja, hoe krijg je die aangekleed, hè, in een stuk en brok? Dan doe je dat gewoon eraf, je knipt die koortjes door. En die zijn heel makkelijk, dat vislijn. Maak je terug vast, van boven naar onder. Hè. Maar die kan dus helemaal gedemonteerd worden, die pop. Ook de benen en alles, als je dat niet erdoor krijgt, trekt de nagel, daarom zijn ze er niet helemaal ingeslagen. Je kan er die uittrekken, de broek aandoen en dan of de benen erdoor steken. Het gaat allemaal. Ja. Het is heel makkelijk om, zelfs dit kun je uittrekken. Het is helemaal demonteerbaar. En bij het maken van de kleren, dat is vaak
krijg dat, die hand krijg je niet door een mouw, hè. Dus je moet eigenlijk een jasje omdoen en dan de arm erin steken en dan er weer terug in. En dat kun je met de broek dus ook, met die voeten ook. Soms krijg je ze niet door de pijp van de broek. En dan moet je dat allemaal demonteren. Maar dat ligt er dus aan of je ze wil aankleden of niet. En dan kan ik weer op stap gaan. Ja, beweegt allemaal heel goed.